Het gaat er aan. Zien hoe ze mensen werken. Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Vanavond gaan we naar een energiecentrale tegen de Franse grens aan en zeggen dat de stroom er nog op staat. Oeh. Oh shit. Daar gingen we zoeken jongens. We hebben een ingang gevonden jongens en we zien jullie binnen. Oké, we zijn nu in de energiecentrale aangekomen. Kom, loop door. Nee. Ja, tuurlijk wel. Waarom ben je weg nou? Dit is niet mooi weg, man. Kijk hier. F***ing weg. Wow. Is het hier al? Echt wel. Toon, daar hangen hier kamers in die hal, zeggen ze. Wat denk je dan? Nou, hier lampen. Als nachtwerking. Wat? Ik denk hier hoe hij. Die lampen aan als nachtwerking. Dat is bijna niet de Urbex. Dat is een veel service aan allemaal. Gewoon die ze moeten horen. Echt vet. Nou, ik ook. Dat moet verder. Dit is wel echt een goede locatie, hè? Alles ligt ook gewoon nog, hè? Het kan best zijn dat die dop, alleen die dop, dat die al misschien al 200 euro kost. Is hij echt niemand geweest? Ja, hier zo, ik probeer het echt veel meer te doen. Hij kan maar zien of hij loopt er andere voor onderdoor, niet op handjes. Ik heb niet een motor. Ik moet zelfs in mijn auto liggen, maar dan reuzen zeg maar. Ja, eigenlijk van een boot of zo dan. Ja, dat is juist. Dat is gewoon een stuk olie. Dat is olie van de moeder. Dan duwen we al die zo. Ja, we zijn er net binnengekomen en we hebben net een rondje gelopen. We zijn weer in de werkplaats aangekomen. Moet je controlekamer vinden. Ja. Ik heb ook de kamer niet aan, hè? Ja, ze zijn fijn, ze zijn sowieso niet van de rood. Alles voor nu maar weer eens, hè?
Helemaal niks gevandaliseerd. Is wel echt vet. Vet. Ja, niks aan. En het is oké. Hier ben ik nu weg. Hier hebben we het ook ingewerkt, weet je wel, het systeem gevonden. Oh, kijk hier eens dat je het oh. Ah, daar is het. Ja, dat kan je ook. Jouw bruur. Het reparaat. Ik weet niet hoe ze mensen daar. Je hebt zelfs nog een soort van laboratorium. Is dit nog een graaf apparaat? Echt een vet locatie, Toon. Ja, echt vet. We komen hier op kantoor terecht. Zoals jullie kunnen zien, ligt er ook nog gewoon alles. We gaan nu op zoek naar de controlekamer. Het is echt snel als een bom, weet je wel. Het is een hols kraakje, gek. Ik heb hier kamertjes. Hoe ruikt hier, gek? Hoe is hier gewoon ingezakt? Ja, zo dan. Ja, maar dit is het. Kijk hier. Dit is het. Dit is het. Hoppa. Kijk dan, jongens. Computers staan er aan. Super. Hier, zelfs de computers doen het nog. Zoals zeggen, die komen we nooit meer tegen zoiets. Alles werkt zo te zien nog. Overal staat nog stroom op. Zo echt vet. Moeten we uitkijken, want deze locatie wordt blijkbaar goed beveiligd en bewaakt. Dus het moet snel zijn. En als je er aan kijkt, dat zijn al die turbines. We hebben wel de fabriek, hebben we nou al gezien, en we zien jullie zo buiten. Yo, dat was wel het einde van deze video van Airbags Explore. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer.